Goedendag Flevolanders. Terwijl het coronavirus ons leven beïnvloedt, hebben we met elkaar, ieder op haar en zijn eigen wijze, de wisseling van het jaar gevierd. Het nieuwe jaar begint anders dan we gewend waren. Geen recepties of elkaar de handen schuddend. Door de crisis die we nu meemaken, is het geen gewone jaarwisseling geworden. We zitten midden in een lockdown en daarom richt ik mij graag op deze manier tot u. Hoewel het per regio, zelfs per gemeente, behoorlijk verschilt, is het aantal besmettingsgevallen ook in onze provincie verontrustend. De druk op de zorg is nog altijd te groot. Wij, u en ik, dragen allemaal een verantwoordelijkheid om naar ons best te kunnen zo goed mogelijk de gestelde regels na te leven. Hoe lastig dat soms ook is. Niet alleen vanuit eigen belang, maar ook voor onze familieleden. Onze buren, onze naasten, onze medemens. Een medemens die mogelijk nog veel kwetsbaarder is voor besmetting met het coronavirus en reëel levensgevaar loopt. Daarom wordt er vanuit de veiligheidsregio met onze burgemeesters voorop keihard gewerkt. Frank Weerwind, Henri Meidam, Gerrit-Jan Gorter, Jan Westmaas, Jean-Paul Gebbe en Kees van der Bos doen wat nodig is in onze provincie en in hun gemeente. Er is alles op alles gezet om u te beschermen, te helpen waar nodig en noodzakelijke maatregelen te nemen. Als uw commissaris ondersteun ik de burgemeesters waar mogelijk, ook daar waar het om de openbare orde gaat. Ik vraag u ook, steun uw burgemeester zichtbaar met hun moeilijke werk en de maatregelen die ze moeten nemen. Dit alles ter bescherming van ons allemaal en om zoveel mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben een zwaar jaar achter de rug. Een jaar waarin verlies is geleden. Een verlies van een partner, familielid of vriend. Een verlies van baan of bedrijf. Misschien bent u ziek geworden en nog herstellende. Ik wil graag mijn waardering en respect uitspreken voor de veerkracht en doorzettingsvermogen van u allen. Deze veerkracht wordt tot het uiterste beproefd. Want helaas zijn we nog niet uit deze crisis. Er zal een groot beroep op uw doorzettingsvermogen worden gedaan. U kunt ervan uitgaan dat de provincie, samen met de andere overheden en de partners, keihard werken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van dit moment. De samenwerking in onze provincie in de bestrijding van deze crisis heeft zijn waarde bewezen en aan kracht gewonnen. De crisis liet ons nog meer dan voorheen omkijken naar elkaar. En dat hebben we waargemaakt. Dat brengt ons ook dichter bij elkaar. Er zijn mogelijkheden bedacht en creatieve oplossingen aangedragen. De pioniersgeest, waardoor Flevoland ooit is ontstaan, is nog altijd sterk onder ons aanwezig. Daarom richten wij ons de komende maanden dan ook op herstel. En daar is een reëel perspectief op. Wij Flevolanders, wij kunnen dat. Trots ben ik op onze gemeente. En ook op onze provinciale organisatie. Ze zijn in staat gebleken hun belangrijke werk ook onder deze veranderende omstandigheden voort te zetten. Er is geen stagnatie van het democratisch functioneren van de gemeenteraden en provinciale staten. Het werk van de overheid om de samenleving in goede banen te leiden vindt nog altijd doorgang. We zien relatief nog weinig faillissementen in Flevoland. Als gezamenlijke overheden staan we om de ondernemers om ons heen te steunen. De hulp- en innovatietrajecten van ontwikkelingsbedrijf Horizon, die dragen daaraan bij. Het College van Gedeputeerde Staten werkt met veel toewijding om vanuit de ontstane nadelen en schade energie te putten. Dit om te buigen in nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen voor de verdere opbouw van onze provincie te creëren. Waar mogelijk gaan wij de bestaande ambities, als bijvoorbeeld de uitbreiding van vliegveld Lelystad en de opening van de nieuwe terminal, de verplaatsing van de Rijksdienst voor het Wegverkeer naar Marknesse bij de NLR, de ontwikkeling van nieuwe natuur als de Marker Wadden en nieuwe bosaanleg, de energietransitie en het versterken van het Flevolandse zorgaanbod, maar ook onze vrije tijdsector en de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuwland en de culturele sector met onder andere haar museale ambities. Die willen we een extra impuls geven.
om vanuit deze crisis duurzamer en met behoud van natuurlijke hulpbronnen verder te komen. Het zijn programma's en projecten die essentieel zijn aan de brede welvaart in onze krachtige Flevolandse samenleving. Daarin hebben provinciale staten een belangrijke rol. Uw volksvertegenwoordigers tonen durf en ambitie om Flevoland sterker uit deze crisis te laten komen. U kunt op ons rekenen. Maar als provincie kunnen wij dat niet alleen. Daarvoor is ook uw ondersteuning en pioniersmoed voor nodig. Ik vraag u allen, elk in haar of zijn eigen positie, daaraan bij te dragen. U kunt dat doen door met een vrije blik de toekomst toe te treden. Een blik van verwachting en optimisme. Van waaruit je gelooft in jezelf en je omgeving. U kunt dat doen in het bedrijf of de organisatie waar u werkt door optimistisch de ontstane problemen het hoofd te bieden. Wees creatief en volhardend, zodat resultaten worden geboekt. Werk samen met elkaar. Zoek contact met elkaar en luister naar elkaar. Houd moed en heb oog voor elkander. Want alleen samen komen wij het komende jaar sterker uit de crisis. Wij Flevolanders, wij kunnen dat. Ik heb er vertrouwen in dat wij van 2021 een kanteljaar maken waarin misschien niet alles, maar wel veel ten goede keert. En daarom wens ik namens onze provincie Flevoland u allen, ons allen, een goed en gezond 2021 toe.